Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Reisdijs-series. Vandaag ben ik hier in Orp Le Grand voor de tweede manche van de challenge Henri Besberg. Na mijn overwinning van vorige week in Libramont sta ik nu eerst in het klassement, dus normaal gezien word ik ook als eerste afgeroepen. We zijn nu 3 uur voor de wedstrijd en ik ga me nu gaan inschrijven. Bonjour. Het inschrijven gaat super vlot, omdat we al op voorhand online ingeschreven zijn. Ook onze rug- en armnummers hebben we nog van de vorige manche. Na de inschrijving ga ik samen met Jules Desrameaux het parcours verkennen. Ik heb voorlopig het gewone Grifo-profiel op liggen, maar het heeft veel geregend de voorbije dagen, dus ik weet niet of dit zal volstaan. We komen er al snel achter dat we gaan moeten overschakelen op het grovere Babylimus-profiel, want sommige stroken zijn zeer moeilijk te nemen. Op sommige stroken glijd je helemaal weg en raak je met moeite boven. Wat is dit hier, man? Ja, het zal een ander profiel zijn. Oh. Het wordt zeker een ander profiel. Maar het is super glibberig. We beslissen toch om het rondje nog wat verder te rijden om te kijken hoe de andere stroken erbij liggen. Sommige stroken liggen er nog behoorlijk goed bij, maar je riskeert om weg te glijden. Een eind verder zien we een jong rennertje die gevallen is en we helpen hem recht. Ça va? Oh, kom. Ça va? Non, ça va pas. Je suis désolé. Va tes parents. Oké, okay, merci. Na deze korte verkenning beslis ik om eerst andere wielen met het Baby Limus profiel te steken. Deze beelden geven jullie een idee hoe het gewone Grifo profiel dadelijk vol met modder zit. Met het nieuwe profiel heb ik veel grip en kan ik de modderige stroken veel vlotter nemen. Ik heb net een stuk van parcours gedaan met Grifo, maar dat ging absoluut niet. Zoals je hier ziet in het begin, is het enorm modderig. Maar het is niet vooral modder, het is gewoon heel gladder. Ik ben overal weg. Dus ik heb nu babylimus opgestoken, dan gaat al een stuk beter. Vanaf hier gaat het dan iets beter worden, omdat we richting het bos gaan. Ik ben ook iets verlaagd in druk, want zoals ik zeg, glijdt echt overal weg. Al hier in het bos. Ik heb het parcours nog van vorig jaar en het jaar ervoor, maar nu is het in de omgekeerde richting. Het is echt enorm goed werken met de achterrem. Want in dat bos, iedere keer als ik beneden kom, moet ik eigenlijk echt driften. Het parcours is veel lastiger dan de voorbije edities. Maar ik vind het wel niet minder leuk. Hier is een heel lastige klim. Ik heb hier wel wat grip. Ik ben hier afstappen, trap omhoog. Hier ben je volledig buiten adem. Hier zitten we echt op het allerhoogste punt van het parcours. Ik weet niet of je het kunt zien op de GoPro. We zitten hier wel echt heel hoog. Vanaf hier is het eigenlijk enkel nog half down richting de finish. Het zal blijven oppassen, soms glijdt het echt overal. Oh. Dat is een heel moeilijk stukje. En vanaf hier is het iets makkelijker, denk ik. Zo'n parcours snap je eigenlijk bijna nooit in Vlaanderen. Maar aanzien is hier rechts de zandbak, dan denk ik dat die volledig hard zal zijn door de regen van de voorbije dagen. Ja. En juist op tijd zijn voor de volgende wedstrijd. Succes, Eloïc! Kom aan, Eloïc, opschuiven! Nee, kom aan! Zo, ik heb net 2 keer het rondje gedaan. Het is enorm modderig. Het is een enorm verschil ook met de voorbije wedstrijden. Ik ben echt wel blij. Ik ben ook wel blij dat ik op de eerste rij kan starten, want het is eigenlijk start en dan direct in de modderpoel duiken. Het is nu nog 2 uurtjes voor de wedstrijd. Ik ga mijn fiets kuisen. We zijn een klein beetje in vertraging, maar dat maakt niet zoveel uit. Dus we zijn iets meer op ons gemak. Mathieu de Klerk, jij was de winnaar vorige week in Libramont, hebben ze mij komen vertellen. Dus jij bent een van de kanshebbers hier voor vandaag de zegen weg te kapen. Wat vind je van het parcours, Mathieu?
Ja, inderdaad, vorige week gewonnen. Ik vind het een heel leuk parcours. Ik vind het eigenlijk leuker dan vorige week. Er ligt heel veel modder. Het is wel echt technisch ook. Je houdt van techniek? Ja, zeker. Ik denk dat dat mijn sterkste punt is. Je rijdt cyclocross en je rijdt op de baan. Wat zijn je favoriete bezigheden? Baan, veld? Ik rijd het liefst in het veld. Ik ben daar ook mee begonnen. Waarom? Omdat dat mij het meest triggert, denk ik. Ik heb meer techniek. De baan is meer gewoon op de macht. Wat zijn jouw sterke punten in het veldrijden? In het veldrijden, vooral mijn techniek. De balken en zo, korte bochtjes. Hier in de modder. Ja. En op de baan, denk ik, mijn explosief. We zijn nu 40 minuten voor de start. Ik ben volledig omgekleed. Nu moet ik nog een beetje wachten en dan ben ik 10 minuutjes ga ik op mijn ronde opwarmen. De parking staat overvol en ik kan niet anders dan opwarmen op de rollen tussen de auto's. Na een opwarming van 10 minuten begeef ik mij naar de startzone waar we één voor één zullen worden afgeroepen. We zijn met 57 deelnemers, geboren in 2008 en 2009. Gezien het enige wedstrijd is in België dit weekend, zijn er veel goede renners hier aanwezig. Ik word als eerste afgeroepen en neem plaats in het midden van de weg. En we zijn vertrokken. Ik vind dadelijk mijn pedalen en kan net als vorige week de kopstart nemen. Ik duik dan ook als eerste het veld in. Ik rijd de eerste kilometers een behoorlijk tempo, maar geef zeker niet alles, want ik weet hoe zwaar het parcours is. In mijn wiel zit Brent Lippens en ik weet dat hij zeker een van de favorieten is. Na 3 minuten wedstrijd passeren we de bovenste materiaalpost en ik lig nog steeds op kop, maar nu komen de zwaardere stukken eraan. Brent leek mij voorbij en ik probeer zijn harde tempo bergop te volgen. We zijn nu op het hoogste punt van het parcours. Ik voel dat het tempo van Brent voor mij te hoog ligt en als ik mij niet helemaal wil opblazen, moet ik een tempo zoeken wat ik de hele wedstrijd kan volhouden. Even later passeren Yari van Lee en Meridien de Korte mij ook. In de afdaling gaat Meridien over de kop, ik kan hem net ontwijken en ben nu terug derde in de wedstrijd. De technische stukken in de afdaling liggen mij iets beter en ik passeer de onderste materiaalpost op de derde plaats, gevolgd door Seppe Martens. Ik zie dat Brent en Yari al een heel stuk zijn weggereden. Het geeft dan ook geen zin om te proberen naar hen toe te rijden. Bij het ingaan van de tweede ronde komen Seppe en Mirdin mij voorbij en ik ga met hen mee. We strijden nu voor de derde plaats. Ook Maxime Smits komt bij onze groep. In de modderige stukken verwisselen we steeds van plaats. Eens voorbij de materiaalpost gaan we met ons vieren bergop. Wanneer we boven komen aan de trappen, zijn we alle vier buiten adem. Wat een lastig parcours. De deel na de trappen is voor mij super zwaar en ik kan even het tempo niet volgen. De afdaling ligt me dan weer beter en wanneer we beneden komen, zit ik terug in het spoor van Maxime. Ik ga de voorlaatste ronde in als zesde. Ik heb nog altijd zicht op de derde plaats, maar het zal niet makkelijk worden op dit parcours om een podiumplaats te bemachtigen. Maxime wisselt en ik rijd nu terug op de vijfde plaats in het spoor van Seppe Martens. Boven komt Maxime mij weer voorbij. We rijden nu voor de vierde plaats, want Meridien is van ons weggereden. We gaan de afdaling in en deze is niet zonder risico. Verschillende renners zijn hier al gevallen. Ik ga nu de laatste ronde in als zesde van de 57 deelnemers. Ik doe mijn uiterste best, maar rij me vast in de modder en moet lopen. Het zal nu zeker moeilijk worden om nog plaatsen te winnen. In de beklimming zet ik nog alles op alles, maar sla er niet in om de aansluiting te vinden. Ik eindig de wedstrijd als zesde. De wedstrijd zit erop. Ik ben zesde geworden van een zestiental renners. Ik had de kopstart genomen, maar die heb ik redelijk vlug moeten afstaan. Het was enorm lastig. Ik denk dat ik gewoon het beste er heb uitgehaald. Ik heb geprobeerd mee te gaan met de eerste, maar het was echt onmogelijk. Vooral het stuk na de tweede materiaalpost was echt moordend om richting dat patattenveld helemaal bovenaan te gaan. Dan in het afdalen kwam ik iedere keer wel een beetje dichter.
Ja, ik ben wel redelijk blij van mijn wedstrijd. Ik ga nu een douche nemen, want ik ben echt heel vuil. Bedankt allemaal om te kijken. En niet vergeten, like en subscribe.